Dit keer geen onzichtbare drugscontrole, maar veel politie in het geel. Een niet wat ongewone situatie in het anders zo rustige en onschuldige dorpje Nispe. Dat lijkt wel, maar wij kregen wel meldingen van bewoners en ook vanuit buurtpreventie. En binnen het dorp werd het echt als overlast ervaren. Vandaar dat wij als politie zijnde onze verantwoording hebben genomen en daar een onderzoek hebben gedaan. En daaruit blijkt dat veel Belgen vlak over de grens in Nederland drugs proberen te scoren. Of dat zogenoemde drugscouriers via Nispe drugs naar België brengen. Om die overlast terug te dringen werkt de Nederlandse politie samen met de Belgische politie. Goh, ik kan u deze dan al even teruggeven. Ik kom zo bij u terug. En de aanpak lijkt te werken. De overlast in het dorp is aanzienlijk teruggedrongen. Heb je iets in het voertuig dat niet mag? Nee. En bij de politiecontrole lijkt er ook niks aan de hand. Je hebt wel grens voor Sikkent. Al had die meer weg van een routinecontrole. Ja, Sikkent, dat is de grens 65. Vanuit Nispe mag ik een kenteken en een persoon laten volgen over. Een administratieve check en een praatje met de bestuurder. Maar de kofferbak, die bleef dicht. Moet er ook niet in de auto's gekeken worden? De collega's doen het ook. Alleen, wij hebben geen vrijbrief om altijd zomaar alles te kunnen gaan doen. Dus wij moeten wel een aanleiding zien. En mijn collega's die hebben de neus op de goede plek. En wanneer nodig, dan gaan zij echt wel reageren. En dan, als de politiecontrole zo'n 3 kwartier bezig is, is het raak. De neus van een politieagent rook onraad en dus werd de assistentie van de drugshond ingeschakeld. En die sloeg aan en ontdekte dat hij een gebruikershoeveelheid hennep bij had. Dat is minder dan 5 gram. Maar dat mag je bij je hebben? Nee, het is nog steeds verboden. Dus het wordt in beslag genomen. En het wordt geseponeerd, de zaak. En dus kwam deze jongeman er met een waarschuwing en een informatiefoldertje vanaf.